Hi, in deze video laat ik je zien hoe je met je telefoon een foto die je zelf hebt gemaakt toevoegt aan Wikimedia Commons, de mediabank van Wikipedia, zodat je mee kunt doen met de vakantieschoolfotowedstrijd van Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname. Stap 1. Open je browser op je telefoon en ga naar de website van Wikimedia Commons. Dat kan door Wikimedia Commons te googlen of door de URL te typen, commons.wikimedia.org. Stap 2. Inloggen of account aanmaken. Je bent nu op de homepage van Wikimedia Commons. Om foto's te kunnen toevoegen, heb je een account nodig. Tik op de blauwe knop Upload. Tik je op Login en vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. Als je nog geen account hebt, klik je op de blauwe link Join Wikimedia Commons om een account aan te maken. In de beschrijving van deze video vind je een handleiding die uitlegt hoe je een account aanmaakt. Stap 3. Foto selecteren. Je bent nu op de pagina waar je je foto kunt toevoegen. Op Wikimedia Commons heet dat uploaden. Tik op de blauwe knop Selecteer de delen mediabestanden. Je ziet nu een link naar je fotobibliotheek of de plek op je telefoon waar je foto staat. Ga naar je fotobibliotheek en selecteer de foto die je wil uploaden. Je ziet de melding geüpload en alle uploads zijn afgerond. Klik op de blauwe knop Doorgaan. Je komt nu in de volgende stap, rechten vrijgeven. Foto's op Wikimedia Commons kunnen door iedereen waar dan ook ter wereld gebruikt worden, zodat iedereen van deze foto's kan leren en kennis kan opdoen. Daarom is het nodig dat jij mensen toestemming geeft om gebruik te maken van je foto's. Dat doen we in deze stap. Jij hebt deze foto zelf gemaakt, dus je selecteert de optie Dit is mijn eigen werk. Er openen dan een aantal vragen. Lees de mogelijke antwoorden bij de vragen. In principe kies je, als het je eigen foto is, voor de optie Dit is volledig mijn eigen werk. Vervolgens gaan we een toestemmingsverklaring kiezen voor je foto. Dat heet een licentie. Je kunt meer lezen over de verschillende opties van licenties door de teksten te lezen. In principe is iedere keuze die je hier maakt prima. Standaard hoort vaak de laatste optie. Creative Commons naamsvermelding gelijk delen 4.0 gekozen. Selecteer de optie die het doel van dit werk het beste beschrijft. Dit is omdat foto's op Wikimedia Commons een educatief doel dienen. Dus we kiezen de eerste optie. Dit werk biedt kennis, instructie of informatie. Klik onderaan op de blauwe knop Volgende. Stap 5. Gegevens toevoegen. In deze stap gaan we de foto beschrijven, zodat andere mensen weten wat er op de foto staat en ze de foto ook terug kunnen vinden als ze zoeken op bijvoorbeeld Google. Geef een beschrijvende titel met kort wat er op de foto staat, bijvoorbeeld Fort Nieuw Amsterdam of de naam van het gebouw of het natuurlijk erfgoed dat op de foto staat en bijvoorbeeld de datum of de maand waarin de foto is genomen en het jaartal. Dit is een hotel in Engeland, dus ik voer hier de naam en de plek in waar dit gebouw staat en het de maand en het jaartal. Het bijschrift wat we nu gaan invullen is een soort ondertitel. Een korte zin die beschrijft wat er op de foto staat. Je kunt hier verschillende talen selecteren om een bijschrift in te vullen. Ook bijvoorbeeld Schanam, Tongo. En je kunt ook in meerdere talen een bijschrift invullen. Dat is handig omdat Wikimedia Commons gebruikt wordt door mensen van over de hele wereld. Voeg hier bijvoorbeeld ook het adres van je monument toe of de plek waar je je foto gemaakt hebt. Beschrijving. Hier kun je nog een uitgebreide beschrijving van de foto geven. Je kunt bijvoorbeeld iets vertellen over de geschiedenis als je die weet,
of waarvoor het gebouw of het object op je foto gebruikt wordt. Je kunt deze stap ook overslaan. Dan worden hier automatisch de gegevens uit het bijschrift gekopieerd. Laat dan gewoon het vinkje hetzelfde als bijschrift aanstaan. De datum. Deze wordt automatisch ingevuld vanuit je fotogegevens, maar kun je ook zelf wijzigen door op het kalender-icoontje te klikken. Aanvullende informatie. Belangrijkste onderwerpen. Dit zijn een soort trefwoorden van wat er op je foto te zien is. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld een boom, gebouw, monument, auto, Fort Nieuw Amsterdam, etc. Hoe meer trefwoorden je toevoegt, hoe makkelijker het is voor andere mensen om je foto te vinden. De categorie is erg belangrijk. Als je wilt dat jouw foto meedoet aan de vakantiefotowedstrijd en kans maakt op de prijzen, vul je hier de categorie WLMSU in, zodat de jury je foto makkelijk kan terugvinden. Je kunt ook eventueel coördinaten invullen en andere gegevens die je wilt opnemen, maar dat hoeft niet. Als je klaar bent, controleer je nog even of alle gegevens kloppen die je hebt ingevuld, voordat je op de knop publiceer bestanden klikt. Je foto wordt dan toegevoegd. Gefeliciteerd! Je hebt nu een foto toegevoegd aan Wikimedia Commons. En je maakt kans op een mooie prijs. Als je de foto wil zien op Wikimedia Commons, kan je hier op de blauwe link klikken. En dan word je automatisch doorgestuurd naar de pagina op Wikimedia Commons waar je foto te vinden is. En dat is hoe je een zelfgemaakte foto toevoegt aan Wikimedia Commons.